Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I... Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar Vlogmasdag 3. Het is vandaag zondagochtend. En het is nog best wel vroeg, maar ik moet zo meteen werken. En ik had ook nog beloofd om een pakketje te laten zien. Dus daarom ben ik zo vroeg wakker. Als je heel veel zin hebt in deze derde vlogmasdag video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal. En even een duimpje omhoog doet als je heel veel zin hebt in de video. En dan heel veel kijkplezier. Oké, het is dus nu zondagochtend. Het is 8:15 en ik moet om 9 uur werken. Dus ik moet over een half uurtje weg. En nou ja, dit bedoelde ik dus een soort van met de dagen dat ik niet weet dat ik moet filmen. Want ik moet namelijk tot 5 uur werken. En ja, dat is natuurlijk best wel een beetje lang. Dus ik ga vanavond wel nog even iets eten met Eve. En misschien komt Mick ook naar mij. Dus dan kan ik op zich al wat dingen filmen. En ik ga dus nu de unboxing filmen. Dus ik heb het pakketje nog niet opengemaakt. En ik wil dat zo graag openmaken. Maar ja, dat ga ik dus nu doen. Ik ga ook even wat ontbijt pakken. Want anders ga ik het gewoon simpelweg niet redden. Dus mijn haar is ook nat. Maar dat ga ik gewoon even laten. Want dat droogt gewoon op als ik aan het werk ben. Vind ik altijd wel een beetje vies. Maar ja. En dan ga ik even de pakketjes unboxen voor jullie. Ik ben ook echt zo benieuwd wat jullie van de eerste 2 dagen vonden. Die van gisteren vond ik echt leuk met die pashokjes vlog. Ook al was ik niet in veel winkels geweest. Ik vond het gewoon echt een leuke vlog. Oké, ik ga echt Capri Sun drinken om 8 uur 's ochtends. En nou ja, ik neem wel gewoon even een koekje. Als die er zijn. Ik heb geen zin om ontbijt te maken. Dit is dus echt het slechtste voorbeeld. Maar zo ben ik echt. Ik heb een soort van statief gebouwd. Ik hoop dat het licht een beetje prima is. Maar volgens mij wel. En ik had dus een pakketje besteld bij Zalando van Black Friday. En het is nu... meer dan een week later. En ik had gisteren dus van die pashokjes shoplog. Maar ik zal even laten zien wat ik nou precies heb gekocht. Want ja, ik ben heel erg benieuwd. Oké, dit licht is wel echt heftig. Zo. Als eerste heb ik dus bij Zalando in de Black Friday sale wat dingen gekocht. Ik heb ook geprobeerd een paar sportspullen te kopen. Omdat ik best wel weinig sportkleding had. Als eerste heb ik dit sportshirt. En dit is een donkerblauw sportshirt. En hij heeft gewoon van die sportstof. En dit vond ik gewoon echt heel erg fijn. Ik heb hem in de maat S. Deze. Hij ziet er wel groot uit. Maar we gaan het proberen. Oh, hier ben ik zo benieuwd naar. Ja. Dan heb ik een sportlegging van Calvin Klein. En deze is blauw. Hij is wel een beetje opvallende kleur blauw. Oh, hij ziet er wel heel krap uit. Oh nee, ik vat hem mee. Het is deze kleur. Hij lijkt een beetje paarsblauw. En hier... bij het been staat dan Calvin Klein. En deze heb ik in een maat S. En deze was ook heel erg afgeprijsd. Volgens mij van 60 of 70 euro naar 35 euro. Dus dat is wel heel erg chill. Dan het volgende. En dit is ook een basic sportshirt. Maar ik wilde nog een sportshirt met zwarte lange mouwen. Want nu droeg ik altijd gewoon een zwart shirt. En ik heb gewoon echt een sportshirt hiervan nodig. Dus dit is een simpele... zwart shirt. En dit kan eigenlijk boven alles. Dus hier ben ik echt super blij mee. En dan heb ik nog een sportlegging. En van welk merk was dit? Only Play Sportwear. Nou ja. En dat is deze sportlegging. En deze vond ik wel heel erg vet. Het is een beetje grijs met zwart. En ook een beetje groen. En deze heb ik ook in een small. En ik vond dit patroon wel heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd of ik alles ga passen. Ik hoop het echt heel erg. Dus nu heb ik in ieder geval weer 4 nieuwe dingen om in te sporten. Want dat had ik wel echt heel erg nodig. Dan heb ik nog 1 ding. En hier ben ik echt heel erg excited voor. Ik vind dit echt heel erg leuk. Namelijk een glitter flare broek. Dus ik hoop dat hij niet te lang is. En dat ik hem pas. Oh, hij is wel echt heel erg glitter. Hij is van de Pieces in de maat S. En hij is gewoon echt zilver glitter. En aan de onderkant heeft hij dus een flared. Deze vind ik echt heel erg leuk. Zo. Dan waren dat de dingen die ik bij Zalando heb besteld. Ik zal misschien vanavond even passen. Moet ik het even laten zien wat ik er precies van vind. En nu zal ik even laten zien wat ik gisteren had gekocht. Ik had bij de Priva dingen gekocht en bij de Zara heb ik deze sjaal gekocht. Deze vond ik wel echt heel erg leuk. En ik had gewoon echt nog een sjaal nodig. En dit is een beetje met zo'n panterprintje. En deze kan je ook echt boven alles dragen. Zwarte jas, grijze jas, weet ik veel welke kleur je hebt. Dus deze vond ik heel erg nice. Dan heb ik dit groene pak gekocht. Dus als je gisteren de video hebt gezien, heb je die al bij mij aangezien. En dat bestond uit deze groene trui die echt heel erg zacht is. En uit een groene broek. Met een groene broek. En dit vind ik super chill om in huis te dragen. Dus ik ben er echt heel blij mee. En hij is ook echt heel erg zacht. Dan had ik nog even handschoentjes gekocht. Want dit vond ik wel handig. Ik had nog een super leuk rokje gekocht. Het is gewoon een simpel zwart rokje. Deze. Maar aan de zijkant zit dus zo'n leuke streep. En deze was nu heel erg afgeprijsd. En ik vind dit aan de onderkant ook echt heel erg leuk. Hij is wel een klein beetje groot. Maar als ik mijn riempje eromheen doe, zit hij helemaal prima. En dan heb ik nog een glitterlegging eigenlijk. Een beetje stom dat ik er nog één heb. Maar deze is wel heel anders. Deze is van de Zara. En dit is echt meer een legging. Deze loopt ook niet wijd uit. Op de camera lijkt hij wel een beetje heel extreem. Maar ik vond deze zo goed zitten dat ik hem eigenlijk gewoon niet kon laten liggen. En hij was zo duur als hij ook weer. Hij was maar €18. Misschien was dat de enige maat die er nog is. Maar ja, ik vond deze zo mooi zitten dat ik het gewoon eigenlijk niet kon laten liggen. Dat kon je ook zien in de pashokjesshop. Ja, hetzelfde geldt voor deze broek. Ik heb aan jullie gevraagd wat jullie ervan vinden. En als het goed is heb ik daar nu ook al reacties op. Maar de broek vond ik toch echt te leuk. Dus die kon ik gewoon echt niet laten liggen. Dus ja, op die manier. Ik ga nu heel snel me omkleden en naar werk toe. En dan zien jullie mij na werk weer. Zie je iets? Volgens mij niet. Oh, dat is mijn telefoon. Het is inmiddels al 5 uur. En ik ga nu even Eva ophalen. Want we gaan straks even samen wat eten. En ja, dus ik ga nu Eva ophalen. En ik ben echt helemaal kapot. Het is nu 5 uur en ik heb de hele dag gewerkt. En mijn tank is leeg. Hoor ik. Nou, ik ga nu even ophalen. Oké. Ik ben nu bij Eva, dus ik ben even aan het wachten tot ze komt. Oh, daar is ze. Hey schat! Hey schat! Ik wilde net even... Eva en ik zijn herenigd. Ja. Volgens mij was het de laatste keer op ons verjaardag. Ja. Of niet? Ja. Wel toch? Ja. Het is al een half maand geleden. En het is nu... inmiddels alweer 6 uur. Zo over een half uurtje gaan of zo? Ja. Want ik heb wel een beetje trek. En we gaan dus Mackie halen. En ik heb even mijn groene pakje aan. Dan moet je even de vlog van gisteren kijken. De vorige vlogmas. En... is deze zacht? Oh ja. Wil je even wat drinken? Ik ga even wat drinken pakken. Ja, Oké, Eve en ik hebben onze schoenen aangedaan. Dat was heel lenig. Maar we gaan dus nu even wat eten. En waar gaan we eten, Eve? Bij de Mackie! Zin in. Dus ik zal mijn camera even meenemen. Het is een beetje donker om een mukbang op te nemen. Misschien, ik weet ook niet of we daar zin in hebben. Maar ik zal in ieder geval mijn camera meenemen. Yes. Misschien heb ik wel 2 McKroketten. Nou, als Amber dit kijkt, dan is ze ook echt boos op mij. Ik kan geen Mackie, ik wil ook een McKroket. Ja? Of we nemen er gewoon kipnuggets nog bij. Ja, dat is goed. Oké. Eve en ik zijn bij de... Mackie! McDonald's. Ja, het licht is echt te slecht om hier straks even te filmen. Die rode lichten. Zeker als je... zeker als je zo meteen daar iets gaat filmen. Dat slaat nergens op. Maar er is natuurlijk nu weer de Mac... Kan ook zitten? Nee. Nou, ik weet niet, want het is wel donker daar. Nee, ik heb echt geen zin om binnen te zitten. Maar je hebt dus nu weer die Mac adventkalender. En dan heb je volgens mij ook een paar keer gratis dingen, toch? Als je bijvoorbeeld een liedje zingt of zo. Maar nu hebben ze dus 2 McKroket voor €2,50. Volgens mij is er wel met saus trouwens. Ja, 1 met saus, 1 zonder saus. Moet je hem dan daar laten zien of zo? Ik weet het niet. Ik denk bij het pinnen. Ja, denk bij ik ook, vent. Ja. Ja, bij die... Wil je wel een grote vriend? Ja. Okay. Met vriendsaus. Ja. En McKroket met saus. Ja. Oh, ik ga weer eens verkeerd. McDrive is niet mijn beste ding met rijden. Zo. Dus ik moet echt even betere McFlurries krijgen. Ik vind het zo goor. Ja, alleen die M&M is lekker, vind ik. M&M McFlurry. Dat vind ik ook niet lekker. Okay, maar dat vind ik echt de enige die lekker is. Maar je hebt dus nu ook een muntthee en zo, wat je kan halen hier. Hoe duur is dat verse muntthee? €2,75. Dat is ook... Nou, dat is best duur hoor. Oké, maar en wat wil je, groot of medium drinken? Medium drinken? Door de McDonald's. Ja, nee, klein. Klein? Ja. Oké. Moet ik denk je nu al zeggen over die McKroket of niet? Ja, ik zet er gewoon bij te zeggen. Ik zou eerst bestelling doen en dan zeggen van... Goedenavond, welkom bij McDonald's. Mag ik bestellen alsjeblieft? Hoi, goedenavond. Mag ik 2 grote... We hebben alles... Is dat zoetzure saus? Ja. Voor de dinges. Oh ja, ik had saus ook, hè. Oké. Het is zo chill, want mijn auto heeft dus een soort van... Heeft dus zo'n plat ding. Dus eigenlijk kan je overal alles neerzetten. Het is echt heel chill. Even kijken. Ja, dat ze zo karig doen met die frietjes. Ja, dat vind ik ook altijd zo kut. Ze doen er echt nooit op. Misschien ligt er nog op de bodem. Ja, doe je. Ik hoop het voor je. Oh, ik heb ook echt zin in een cola light. Ja, anders pak je dat zo meteen. Zo. Goeie McChicken. Ja, ik heb die zonder saus. Oh, dit is ook zonder, ja. Oké, als jullie naar de McDonald's gaan, wat bestellen jullie dan? Wat bestel je altijd als je één ding mocht kiezen? Laat het even weten in de comments. Ja, wat bestel jij dan als je één ding mocht kiezen? Patat. Hoezo nou weer patat? Nou, vind je die zo lekker? Nee, dan zou ik wel een McKroket nemen. Of kipnuggets. Oh, ik denk wel dat het niet genoeg is. Wat? Maar het is wel een kort liedje. Ja, klopt. Dat is jammer. 1:50. Ze maken dit al alle liedjes minimaal 2 minuten duren. Oké, ik ben weer thuis. En ik ben samen met Mick. Mick staat nog even in de woonkamer. En ik ga nu dus even de vlog editen. En dan ga ik even kijken hoe lang die is. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie deze vlog ook heel erg leuk vonden. Ondanks dat ik dus de hele dag moest werken. Maar ik heb het geprobeerd een soort van op te vangen. Dus ik hoop dat ik jullie morgen weer zien om 4 uur. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen.